Ik heb de fiets echt nodig. Ik heb het sporten zeker nodig en zeker de fiets nodig. Als ik met de ploeg weg ben, 's morgens vroeg ga ik altijd een rondje fietsen. Omdat dat het enige moment van de dag is waar ik tijd voor mezelf heb, waar ik mijn hoofd vrij kan maken. En ja, die tijd voor mezelf is 's morgens wel even nodig. Ja. Steven de Jong is een man van de wereld geworden. Toen hij op 25 november 1973 het levenslicht zag, bestond zijn wereld uit het huis in Alkmaar, zijn mama, zijn papa en de fiets van zijn papa. In de West-Friese jeugd van Steven vroor het iedere winter dat het kraakte en schaatste hij en voetbalde hij en revotte hij en fietste hij, zolang hij maar buiten was. Altijd buiten. Ik ben pas heel laat gaan fietsen, op mijn 16e pas eerste wedstrijden gaan rijden als junior. En aan het einde van het seizoen won ik dan ook al mijn eerste koers. Maar ik was wel gelijk zeg maar goed in het lezen van de koers en ja, competitief gewoon. Ik kon eigenlijk wel gelijk meedoen. En dat kwam deels ook wel door de training die ik deed van het schaatsen. Dus mijn conditie was wel heel goed. Ik was vrij sterk en explosief. Dus ja, dan is het ook wel makkelijker om in Nederland een koers te winnen natuurlijk als je een sprintje hebt. Als ik als jochie op ADHD was getest, was ik geslaagd met een 10 en een griffel. Zegt Steven nu lachend windje tegen. In zijn wereld die deze winderige ochtend de Kamthoutse Heide heet. Ik fiets graag alleen. Als ik hier ben of thuis ben, dan fiets ik graag alleen. Af en toe afspreken, dat vind ik geen enkel probleem. Maar omdat ik graag vroeg vertrek, vind ik niet veel medestanders. Dus ja. Op zaterdag 18 april 1987 krijgt Steven zijn eerste racefiets. Zijn vader Kees stelt voor om een rondje te gaan fietsen. Maar Steven gaat liever op zondag fietsen. Want vandaag is het zaterdag en gaat hij lekker voetballen met de jongens uit de buurt. Is goed weer, jongen, zegt Kees, die dan maar besluit om zelf een rondje te gaan fietsen. Het ritje wordt hem fataal. Op de dag dat Steven zijn eerste racefiets krijgt, verongelukt zijn vader en staat Stevens wereld stil. Sindsdien is iedere koers, iedere fietsrit, waar ook ter wereld, een eerbetoon aan zijn vader. Ideale fietsdag. 'S morgens vroeg weg. Een mooie kol oprijden. Ik woon tegenwoordig in Andorra, dus zou ik eerst Porte Caboes oprijden. Bovenop even van het uitzicht genieten, fotootje nemen voor Instagram, want het hoort erbij natuurlijk. Afdalen. Dan een koffietje drinken daar beneden. En ik denk dat ik dan nog naar Port d'Envalira rij. En dan terug naar huis. En dan hebben we een goede 2000 meter geklommen. Nee, dat is schitterend. Het is onbetaalbaar. Het hoogtepunt uit mijn carrière, denk ik. Junioren Nederlands kampioenschap, amateurs ook Nederlands kampioenschap. En het laatste jaar als amateur heb ik eigenlijk in elke ronde in het buitenland waar ik reed, heb ik sowieso minimaal 1 etappe gewonnen. Toen ben ik beroepstrainer geworden en daar eigenlijk ben ik het meest trots op. Ja, 2 keer Kuurne, Harelbeke, 2 keer Veenendaal. Ja, die eendagskoers, daar ben ik wel heel trots op. Ritzegen in Tirreno, waar Cipollini hard viel. Ja, dat was ook mooi. Anno 2023 is Steven de Jong niet alleen een wereldgozer, maar ook een wereldburger geworden. Een man die als ploegleider van de Amerikaanse wielerploeg Little Trek wereldwijd van koers naar koers trekt. Een man die in Kalmthout woonachtig is, maar die zijn tweede huis in Andorra zijn eerste huis noemt. Een man uit de polder, die in de grote wereld nog altijd de kleine weet te omarmen. Een man wiens zoon nu ook fietst, maar godzijdank niet koerst. Omdat zijn vader iedere minuut van de dag over Stevens schouder meekijkt. Steven de Jong is een man van de wereld om van te houden. En wij, de fietsvrienden van Koers is Koers, houden van hem.